Ongeveer een jaar geleden stond ik op de autosalon van Genève en daar werd deze auto aan de wereld voorgesteld. Alleen toen heette deze auto nog Auris. En een paar maanden later heette dezezelfde auto ineens toch maar Corolla. En daarmee grijpt Toyota terug op een hele oude naam met heel erg veel geschiedenis. Maar zeggen ze, dit is een heel ander soort Corolla. Het begeleidend schrijven, het persbericht dat bij deze auto kwam, staat dat de chief engineer op twee dingen heeft ingezet. Dynamic design en driving pleasure. Dynamic design, ik zou zeggen oordeel zelf, dat driving pleasure, op zich liggen de kaarten heel erg goed. Want hij staat op het TNGA platform, dat is hetzelfde platform waar ook de CHR crossover op staat. En dat is inderdaad echt een scherpsturende auto. En hij heeft een nieuwe hybride aandrijflijn met maar liefst 180 pk. Dus in theorie klinkt het allemaal heel mooi. En dan nu vandaag de praktijktest. En de uitslag van die praktijktest die hangt behoorlijk nauw samen met het verwachtingspatroon waarmee je in deze auto stapt. Want als je denkt dat dit een lagere, krachtiger, lichtere CHR is, dan kom je redelijk bedrogen uit. En dat komt, die CHR, dat is echt denk ik de meest scherpsturende auto in zijn segment. Dus zeg maar de niet-premium compact crossover. Ik zou echt niet zo gauw iets kunnen bedenken voor die prijs wat scherper stuurt. En dat past ook heel goed bij wat Toyota zei dat ze met die auto wilden. Meer sportiviteit, meer lol, meer plezier. Het mocht allemaal wat uitbundiger. En deze Corolla, nou ja, ik kan wel een paar concurrenten noemen die scherper sturen dan deze. De Focus, de Civic, maar ook bijvoorbeeld zoiets als een Kia Ceed. Dat stuurt al strakker dan deze Corolla. Het is een hele goedmoedige auto. Hij rolt en hij duikt wat. En de besturing, nou, er zit helemaal geen gevoel in. Is ook tamelijk indirect. Ja, dat is allemaal niet zo. Het is gewoon geen spannende auto. En als je dan wat harder gaat, dan kom je al vrij snel tegen onderstuur aan. En als je dan vervolgens weer in gas gaat, nou, dan komt het weer netjes terug waar de neus waar je hem hebben wil. Het is gewoon geen dynamische auto. Hij is niet echt leuk om te rijden. Maar laat je dat verwachtingspatroon los en stap je gewoon in van, nou, we zien wel. Ja, het is zeker niet verkeerd. Die besturing is wel indirect, maar nauwkeurig genoeg dat je hem in ieder geval makkelijk plaatst waar je hem hebben wil. Het feit dat hij wat softer is, betekent ook dat hij lekker comfortabel is. Alles wordt goed weggedempt. Het is ook niet zo dat je bij het eerste het beste meteen contact met de weg verliest. Dus ja, het is een Toyota. Heel veilig, heel voorspelbaar. Het is prima. Je wordt er alleen niet super enthousiast van. En in hetzelfde licht moet je eigenlijk ook een beetje de aandrijflijn zien. Want als je denkt, oh, 180 pk, vet, van 0 naar 100, 7,9 seconden. Dat klopt. Maar als je dat doet, ja, dan gaat die verbrandingsmotor best wel wat toeren draaien. Dan schiet hij eigenlijk bijna tegen zijn toerenbegrenzer aan. En dan, nou, moet je een tijdje wachten totdat jij de snelheid hebt die je wil hebben. Dan laat je het gas los en dan valt die motor weer helemaal stil. Dat is gewoon niet zo'n sterke punt. En dan zeggen ze, ja, we hebben de flippers opgezet. Dan kun je de planetaire tandwielstelsel in vaste verhoudingen zetten. Kun je flipperen. Dat klopt. Maar het zijn geen echte versnellingen. En wat er gebeurt als je dat doet, als je een beetje gas geeft nu, dan staat hij in 4, zegt de computer. En als ik dan gas geef en ik schakel naar 5, dan blijft hij precies 3000 toeren draaien. En in 6 blijft hij ook 3000 toeren draaien. Dus er zit altijd een soort weeigheid in die aandrijflijn. En dat is gewoon niet heel sportief. Ook daarvoor geldt, laat je die verwachting los en ga je kijken, nou, wat kan deze aandrijflijn wel goed. Ja, dan is het eigenlijk de Prius aandrijflijn, maar dan krachtiger. Niet alleen de verbrandingsmotor, maar ook de elektromotor. Die heeft 80 kilowatt en dat betekent dat je in de stad zonder geluid heel makkelijk vooruit komt. Toyota heeft heel veel ervaring met dat systeem, dus op het moment dat de verbrandingsmotor bij moet springen, dan gebeurt dat naadloos, geen trillingen, geen nare bijgeluiden. En zolang als je een beetje rustig rijdt, ja, dan is het allemaal heel soepel en ongetwijfeld ook zuinig. We zijn nu aan het filmen, dus het enige wat ik eigenlijk doe is optrekken, langs de cameraman rijden, remmen en dan weer opnieuw. Maar ik denk in Nederland met een normale rijstijl, 1 op 15, 1 op 20, dat moet gewoon goed te doen zijn. Maar ja, dan zou je ook kunnen zeggen, als dat nou je argument is, dan kun je net zo goed voor de 1.8 hybrid gaan, want die komt ook beschikbaar. En er is nog een reden waarom dat misschien wel een betere keuze is. Eigenlijk zijn er meerdere redenen waarom een 1.8 misschien wel een betere aanbieding is. Allereerst is het natuurlijk de prijs, hij is een stukje goedkoper. Maar ten tweede, hij is ruimer. Omdat deze 2.0 een groter akkerpakket heeft, gaat dat ten koste van de bagageruimte. En dan heb je hier nog wel een extra vakje, maar het totaal komt op 313 liter. En dat is voor een moderne C-segment daar eigenlijk ronduit krap. Het zit zo'n beetje tussen de 380 en de 400 liter wat je normaal gesproken in dit segment krijgt. En de 1.8 hybrid met zijn kleinere accupakket, die heeft in ieder geval 361 liter. Dan is het nog steeds niet de ruimste in het segment, maar dan zit hij in ieder geval een beetje in hetzelfde speelveld. Sowieso, het ruimteaanbod van de Corolla is niet heel sterk, want ook op de achterbank is het zeker niet de ruimste. Ik ben 1,80 meter, dus heel gemiddeld voor een Nederlands persoon. En ik zit ook nog eens vrij dynamisch achter het stuur, dus mijn stoel staat vrij ver naar voren. En dan nog,
Nou ja, het is te doen. Het scheelt dat ik mijn voeten goed onder de stoel voor me kan zetten, ook als die in zijn laagste stand staat. Maar ik zit wel redelijk klem hoor. En ook de hoofdruimte, het houdt zeker niet over. En de dalende daklijn hier zorgt ervoor dat, ja, je zit gewoon een klein beetje opgesloten. Helemaal voorin, dat ziet er op zich een stuk beter uit. Afwerking materiaal gebruik bijvoorbeeld, dat is echt wel goed voor dit segment. Het is niet de mooiste, maar hoe alles in elkaar zit, dat verdient wel echt lof. Het is gewoon stevig, het is degelijk, je zit er ook heel goed in. En hij heeft een heel mooi head-up display, dat ziet er echt goed uit. De rest van de digitale schermen, ja, dat instrumentarium moet je een beetje van houden. Heel veel blauw, op zich, het is wat druk in het begin, maar het went snel. Het infotainment systeem zelf, dat is een doorontwikkeling van het systeem wat ook al in de vorige Auris zat. Het werkt beter, dat komt ook omdat er meer shortcuts zitten rondom het scherm, waardoor je sneller komt waar je moet wezen. Maar de menustructuur, het is niet altijd even duidelijk in welk menu je wat moet vinden. Ook de navigatie bijvoorbeeld, je kunt nu pinchen om in en uit te zoomen, dat scheelt een hoop frustratie, want anders moest dat met deze kleine knopjes. Maar het zal zeker geen prijzen verdienen. En over prijzen gesproken, je kunt best wel wat kanten op met de nieuwe Corolla. Hij is bijvoorbeeld ook als Touring Sports, de Station Wagon variant. Daar heb ik speciaal even een ander shirt voor aangetrokken. Kost je over de hele linie ongeveer 1000 euro extra ten opzichte van de hatchback. En dat zou ik altijd doen. Hij is namelijk 4 centimeter langer. Die 4 centimeter zit allemaal tussen de assen. En dat betekent dat je aanzienlijk meer beenruimte hebt op de achterbank. En ook een veel grotere bagageruimte. Als je dan gaat voor de 2.0 Hybrid, is het verschil in bagageruimte ook een heel stuk kleiner. Dus ik zou dat persoonlijk altijd doen. Over wat voor prijzen hebben we het dan? De hatchback begint met 1.2 turbomotor bij 24.000 euro. Dan komt er 1.000 euro bij voor de Touring Sports. En dan loopt het een beetje op via de 1.8 Hybrid naar de 2.0 Hybrid. En dan kan het oplopen tot zo'n 36.000 euro. Op zich is hij daarmee prijstechnisch redelijk concurrerend geprijsd. Zeker als je bedenkt dat je krijgt uiteindelijk een auto die in hybride vorm wel naar je toe komt. Ze zijn immers extreem zuinig. En voor de rest laat de nieuwe Corolla ook niet echt grote steken vallen. Het is zeker geen grensverleggende auto in dit segment, maar wel een kloppend totaalpakketje. Dus om hem heel kort samen te vatten, hij maakt mijn verwachtingen absoluut niet waar, maar hij stelt ook nergens teleur.